Op vrijdag 14 en zaterdag 15 oktober brengt de muziekband Anders uit Ommel hun tweede show Toen was alles anders op het podium in gemeenschapshuis De Kluis in Ommel. Monique Martens ging een kijkje nemen bij een van de laatste repetities. Het is bijna zover, de tweede editie van Avondje Anders. Spannend, Hans? Heel spannend. Er moet nog heel hard gewerkt worden de komende weken. Dus er gaan ook wel heel veel dingen heel goed. Maar de puntjes op de i zijn heel veel puntjes. Ja, ze noemen het vaak ook de laatste loodjes, hè? Ja, een tweede editie is er gekomen. Na een beetje tussentijd, we weten allemaal waarom. En twee avonden. Dat is een hele uitdaging. Dat is inderdaad. Ja, het is twee keer hetzelfde wat we doen. Dus wat dat betreft, als het één keer lukt, zal het de tweede keer ook wel lukken. Maar vooral die eerste keer is spannend. En dan de tweede keer is denk ik dat het allemaal iets luchtiger zal gaan. En makkelijker misschien wel. Maar ja, het is... Alleen vol krijgen, dat is natuurlijk ook nog, dat is dan wel, hè, twee volle zalen, dat is iets moeilijker als één vol krijgen. Dus. Ja, dat is de volgende uitdaging. Ja, ja. Hè? Annemiek, wat kunnen de mensen verwachten als ze naar een avondje anders komen? Ja, de verwachtingen zijn denk ik hoog, want de vorige editie in 2019 waren mensen die hier zijn geweest heel erg enthousiast. Dus daar heeft ons ook doen overwegen om te zeggen van nou, dan gaan we weer voor om een tweede editie te maken. Dat wilden we al doen natuurlijk in 2020 en zelfs ook weer in 2021. Helaas, kon niet doorgaan. Dus wat kunnen ze verwachten? Dat was jouw vraag. Ja. Ik denk een avond met weer hele mooie verhalen. Met daarbij de nummers die de mensen hebben aangevraagd om ons te laten spelen. En dat gaat over herinneringen aan mensen, maar ook over hele vrolijke dingen. En ja... Ja, er zit genoeg variatie in, Benny. Zeker. Ja? Jazeker. Ja. Merk je verschil met de eerste keer de aanvraag was natuurlijk voor de mensen onbekend en de tweede keer? Ja, de tweede keer was het er iets moeilijker om die verhalen binnen te krijgen. We hebben echt moeten lobbyen en zo. Maar op een gegeven moment waren ze binnen en konden wij aan de slag, ja. 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 Waar zit dat in? Want sommige mensen moeten zich dan ook enorm kwetsbaar opstellen, toch? Ja, maar het hoeft niet per se. Er zijn er ook die anoniem iets in hebben gediend, dus dat kon ook. Okay. Dus, waar het precies aan ligt, weet ik niet. Maar het is misschien ook wel die coronatijd dat ze een beetje rustiger erin stonden. Dus dat denk ik. Ja. Ja. Maak jullie van originele liedjes, passen jullie daar nog teksten op aan? Of hoe gaat het, Hans? Teksten niet zozeer, maar wel, we proberen het wel een beetje in een ander jasje te steken, zeg maar. Dus niet gewoon standaard, zoals de opgenomen versie is, nadoen. We proberen wel een iets rustiger of iets wildere versie ervan te maken. Of gewoon even iets waar wij denken dat leuk is en nog niet veel gedaan. Proberen we ermee te doen, ja. Dus jullie maken gewoon eigen arrangementen. En wie heeft dat creatieve brein van jullie? Allemaal, dat doen we allemaal samen. Dat is gewoon aanfrotten, heet het. En dan wordt het uiteindelijk iets. Dus, ja. Annemiek, hoe is het om met deze mannen samen te werken? Oef, dat is een gewaagde vraag. Ja, maar zeker als je zo dingen verandert, kan zijn dat je als vrouw er anders in staat dan als man bijvoorbeeld. Ja, nee, op zich, we kennen elkaar natuurlijk al heel lang. Hè? We hebben een voorgeschiedenis uiteraard met .nl. Dus elkaars gebruiksaanwijzingen die waren bekend. En ook hoe je iets moet vragen om iets voor elkaar te krijgen. Nee, we kennen elkaar zo goed dat we eigenlijk alles tegen elkaar kunnen zeggen. En het nou goed of niet goed is, dat komt altijd goed. Ja, ja, dat is al jaren zo. We gaan allemaal voor een goed eindresultaat, zo gezegd. Hè? Ja. Ja. Hierachter ons zien we meer apparaat staan dan van jullie drie. Jullie hebben een band. Hoe is die tot stand gekomen? Nou, als wij iemand in gedachten hadden van, die zouden wel bijpassen, of jeugdig talent uit Ommel, om die eens een kans te geven om op het podium te staan, hebben wij die gevraagd. En ook nog... gastzangers? Ook gastzangers nog, ja. Dat was mijn volgende vraag, bij de band. Ja. En de band ook nog jongens die er de vorige keer ook mee hebben gedaan, de vorige editie, dus die zijn er ook weer bij. Maar ook enkele nieuwe, ja. En dan zochten we toch een beetje naar die jongere generatie om het allemaal levendig te houden. Hè? Ja. Ja, je wil bijna al opvolging voor volgende editie, zeg maar. Ja. Ja, je noemde het al, gastzangers. Ja. Ja. Mag het al bekend worden wie het zijn? Ja, wel, we hebben wel aangekondigd, ook op Facebook. Hè, dus het moet ook een beetje zo zijn dat mensen nieuwsgierig worden als wij mensen aankondigen. We hebben gastzangers, we hebben Melanie van Bussel bereid gevonden om mee te gaan doen. We hebben het over de zangers. Hè. Mijn zoon Niek. Die gaat zingen, dus dat is ook wel heel erg spannend. Ja, leuk. En mooi dat hij het doet. Jeugd. Als het om de zangers gaat, vergeet ik vast iemand. Hè?
Ja, Marley zingt mee. Ja, dus die zingt mee. Ja, dat is ook de Tini. Ja, de verhalenverteller gaat ook dit keer zingen. Oké. Okay. Dus ja. En qua muzikanten, ja, dat is dan wel. Dan hebben we ook nieuwe mensen erbij, hè? Ja. Noem ze even, want het is natuurlijk wel heel erg leuk. Noem ze even. De muzikanten. Ja, we hebben een drummer, dat is Vert van Stekelenburg. We hebben een saxofonist hebben we er nieuw bij, dat is Jelle Hoefnagels. We hebben een trompetist, dat is Otto van de Heuvel. We hebben twee pianisten zelfs. We hebben pianist Gilles Liebrechts, we hebben een pianist Marley Hulshoff. Een bassist hebben we, Leon van Eyck. Wie sla ik nog over? Volgens mij hem. Ja. Een hele mooie club mensen die gaat zorgen voor twee fantastische avonden. Ja. Voor mensen die nog een kaartje willen hebben, waar moeten ze zijn? Ja. Dan mogen ze of mailen naar info.anders2019@gmail.com. Onder vermelding van het aantal kaartjes en de avond. Dus vrijdagavond 14 oktober of zaterdagavond 15 oktober. Of een appje doen naar een mobiel nummer, ook op onze Facebookpagina te vinden, 06-30-57-6824. Jawel. Dat is te vinden, maar goed, app even. Noem even de Facebookpagina. Iedereen weet ons te vinden. Iedereen weet je. Ja. Nou, in ieder geval nog heel veel plezier met de voorbereidingen. En toi voor die avond. Dank je wel. Generation blames the one before, and all of that frustration competing on your goals. I know that I'm a prisoner to all my father held so dear. I know that I'm a hostage to all his hopes and fears. I just wish I could have told them. Still the conversation, I'm afraid that's all we got. You say you just don't see it, he says it's perfect sense. You just can't get agreement in this present tense. We all talk a different language. Don't you to hold you, sometimes yesterday may have a new effect.